Hoi iedereen, vandaag heb ik voor jullie weer een shopvlog, omdat ik gisteren naar Rotterdam geweest ben en ik heb een paar dingen gekocht. Het is niet zo super enorm veel, want ik heb natuurlijk al best veel zomerkleren gekocht. Maar ja, ik zag nog een paar leuke dingetjes en ik dacht van yeah, die moet ik hebben. Dus vandaar vandaag weer even een shopvlog. Mensen hadden er ook naar gevraagd, dus daarom. Dus laten we maar gewoon beginnen. Als eerst heb ik deze trui en die heb ik nu aan. Ik heb dit als eerst deze trui, ik sta even op mijn bed. Drunk on love. En hieronder en daar staat nog. And margaritas. Margaritas. Oké. Het is een beetje babyblauwe trui. En hij is van Wild Fox. Hij was. Ik weet niet. Mijn moeder die was naar de modemal hier in de buurt. En daar heeft ze hem van me meegenomen toen. Op het prijskaartje stond 150 euro, maar hij was in de uitverkoop, dus ik weet niet precies hoe duur die toen was. Maar hij is dus van Wild Fox. Dan heb ik deze, jawel, hard jullie voelen hem al aankomen. Crop top! Het is gewoon een simpel roze crop top eigenlijk. Ik had hem gekocht omdat ik de vorm, of nee, hoe zeg je dat, gewoon hoe die er zeg maar uitziet. Dus met die mouwtjes en zo. Dat vond ik wel leuk. Ik heb het prijskaartje er al afgehaald. Slimme bow. Maar deze was van de River Island en hij was volgens mij 15 euro. Dan heb ik deze trui, of sweater, of weet ik hoe je het wil noemen. Deze heeft mijn moeder gekocht. Ze had hem in eerste instantie voor haarzelf gekocht, maar dit was het laatste exemplaar dat er nog was. Dus ze had hem in S gekocht en zij paste hem niet. En hij valt bij mij ook best klein, maar ja, ik pas hem toch wel een beetje. Deze is van Marc Jacobs. Het is een, volgens mij, hij heeft ook parfum, dus ook niet precies. Mijn ma is een beetje fan van hem volgens mij. Hij is van Marc Jacobs en hij voor mij uitverkocht helemaal. Maar ik weet niet precies hoe duur die was, maar hij was best wel prijzig, laten we het zo zeggen. Ik heb die dus niet zelf uitgezocht. Mijn ma had hem in eerste instantie voor haarzelf gekocht, maar zij past hem niet en daarom heb ik hem nu. Dus niet dat ik hem heb gekocht voor mezelf of zo. Maar hij is wel leuk. Ik heb even de belichting aangepast, want het shirt dat ik nu ga laten zien was een beetje overbelicht. Maar ik heb dus deze crop top. Weer een crop topje. Het is een soort Aztec printje in best wel felle neonkleur heet het volgens mij. Hij is best wel leuk. Het is niet zo'n poetsdoek als in mijn vorige video. Hij valt wijd, dus het is niet een poetsdoek of zo. Roy noemde dat toen een poetsdoek. Deze was van de New Look en hij was 10 euro, 15 euro. Ik weet niet meer precies. Ik heb alle kaartjes er al afgehaald. Dan als volgende heb ik deze rok. En je ziet mij waarschijnlijk nooit in rokjes. Of nou ja, ik heb echt bijna nooit rokjes aan. Maar ik wou dus heel graag zo'n rok die een beetje zo flubbert. Of hoe noem je dat gewoon. Die zo lekker los hangt. Gewoon zo lekker langs je benen. Niet heel strak, maar gewoon lekker los. Het is een broekrok. Dus er zit zeg maar in de rok nog zo'n middending. Wat je dus ook gewoon met een broek hebt. Maar dat zie je niet op zich hieronder. Je ziet niet dat het een broek is. Dus dat is volgens mij meer voor... Ik weet niet waar het voor is. Ik denk meer voor als je zit. Dat je niet zo lekker helemaal naar binnen kan kijken. Maar oké, ik vond het dus wel een leuke rok. Aan de voorkant is hij niet... aan de voorkant is het gewoon vast. En aan de achterkant kan je hem stretchen. Ik weet niet waarom. Maar het is zo. Deze rok heeft ook zakken. Niet echt dat je er iets in moet echt... veel in moet gaan doen of zo, want het valt er denk ik best snel uit. Maar het is wel handig voor als je even je telefoon of zo snel ergens wil laten. Dus ja. Deze was van de Bershka en ja, je raadt het al, ik heb het kaartje er al afgehaald. Volgens mij was die 20 euro of 15 euro. Dan heb ik dit Palmo shirt. Die vond ik zelf wel heel leuk eigenlijk. Ik ben vorige week ook naar de stad geweest, maar toen heb ik niet echt geshopt hoor. Maar toen had ik hem ook gezien en ik zat erover te twijfelen en ik heb hem toch maar wel gekocht. Want ik vond hem in eerste instantie een beetje simpel. Maar toen vond ik hem ook wel weer leuk. Want er staat Palmo op. En Palmo is wel leuk. Hij is lichtblauw, babyblauw, turquoise, lichtblauw. Weet ik veel hoe je het noemt. Je ziet het niet heel goed. Het lijkt nu een beetje witachtig. Maar ja. Deze was van de Pool & Bear. Kaartjes eraf. Ik denk 15 euro ook zoiets. Alles was een beetje 15 euro. Dus daarom. Dan hebben we deze spijkerblouse. En het is gewoon een... dun spijkerbloesje. Ik had al een spijkerbloes natuurlijk, maar die was licht en ik wou graag een wat donkerdere. Nou ja, bij deze heb ik hem nu.
En deze die was van Pull & Bear ook. Volgens mij was deze 20 euro. Die was wel iets duurder dan de shirts en zo. Dat is altijd wel met blousjes en jassen en bla bla bla. Dan heb ik als laatste nog een ding. Daar was ik wel heel blij mee. Want die had ik al in. Die had ik vorige week al in de winkel zien hangen. En ik vond hem echt super leuk. Maar hij was best wel duur. Dus ik zat te twijfelen. Ik heb hem toch gekocht. Want het stond me ook leuk. Vond ik zelf dan. En vond de rest ook die met me mee was. Dus oké. Dit is een oversized denim jacket. En hij is van de collectie van Rihanna bij River Island. En Rihanna heeft zelf ook deze jas. Of ze heeft hem aangehad of zoiets dergelijks. En hij is gewoon oversized. Dus ik ga het even laten zien. Dit is hem. Ik sta even op bed. Sorry als hij niet goed in focus is. Het is dus oversized. En bij de mouw is hij wat wijder. En hier is hij wat wijder natuurlijk. En hij is gewoon wat groter. En ik vind het zelf heel leuk. Je kan hem ook. Zo moet dat dan. Ik kan hem ook dicht doen, maar ik vind hem zelf open leuker. Dan met een rok of een kort broekje of iets dergelijks. Dus ja. Deze spijkerjas die was 80 euro. Best wel duur zoals ik in het begin al zei. Ik heb hem van de River Island van de Rihanna collectie. Ik weet niet hoe lang die nog blijft, maar hij is er nog. Dus ja. Nou mensen, dit was alweer mijn shop nog. Zoals je ziet viel het op zich wel mee dit keer. Ik had niet super veel dingen. Mensen, weer bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En jullie zien mij de volgende keer weer. Bye!